Mogwai. Mogwai Audio Tools. Dit is een plugin onlangs gedownload. En het is een multi-gate. Oftewel, hij heeft een gate voor verschillende frequentiegebieden. Die kun je hiermee weghalen. En de hoeveelheid, dus deze heeft een andere instelling dan dit gebied tussen 1 kHz en 2,5 kHz. Je kan dat verschuiven in en out, A, B, vergelijken, keep, presets, 1 band, doe maar 6 banden, save presets, delete preset, look ahead, dan geef je hem een beetje tijd van tevoren om te reageren. Kijk, een stukje Pansy van Muts & Pruts. Doe hem aan. Ik hoor bijna geen hoog meer, dus die ga ik even anders instellen. Dus de threshold. Hoe lang het duurt voordat die gate open gaat. Die reageert. Dus als je dat vergelijkt. Dus je hoort dat laag ook wel, die kickdrum. Output. Dry and wet. Control and the gain. Ja, en ja, het klinkt een beetje raar, maar hij verdeelt die verschillende frequenties in, dus dat doe je hier. Je kan het ook zelfs aan en uit zetten en solo zo te zien. Dus kan je de verschillende frequentiebanden horen wat ze doen. Dus hier blijft niks van over. Dus dat laag, dat klinkt dan heel kort. Dat gaat dan heel even kort de gate open en hoor je dan. Maar dit gebied, dat blijf je lang horen omdat ik een lange release heb gegeven. Ja, echt een heel uniek effect. Meestal is een gate gewoon over het gehele spectrum. Maar dit zijn dus in verschillende banden ingedeelde gates. Dus verschillende gates. Dus als je dat selecteert, dan krijg je de controls voor dat gebied. En dan kan je dus zeggen, ik wil de laagtonen heel kort horen. Of de hoge of middentonen lang horen. Of verzwakken of alleen maar zelfs solo horen. En dan kun je dus een heel groot contrast tussen. En zeker geluiden die dus wat langer klinken met galm en zo, dat kan je dan weer weghakken. Dus het kan ook een heel creatief effect zijn. Vrij uniek. Mogwai Audio Tools M-Gate Multi. Niet de mooiste plugin, maar wel origineel. Stof.